Goedemorgen, het is maandag 24 oktober en ik moet vandaag werken. Normaal ben ik maandag altijd vrij, maar ik heb een dag geruild omdat we woensdag heb ik controle en geslachtsbepalende echo bij de verloskundige. Maar ja, dat was onder werktijd, dus nu ben ik woensdag vrij in plaats van vandaag. Begin de dag zo even met Harley naar de dierenarts ter controle. En dan racen na het werk. Want ik denk dat dat best allemaal krap wordt. En ik denk ook dat ik iets te laat aan ga komen. Maar goed, dat is wat het is. Het is maandagavond en ik zit in de auto. Het is iets over 8. En ik heb weer gezwommen met mijn moeder. Ik heb gewerkt, daar gegeten. En daarna hebben we even een half uur gezwommen. Langer dan dat hou ik ook niet vol. Mijn conditie is echt niet zo best. Vanochtend ben ik nog naar de dierenarts geweest. Dat was allemaal goed gelukkig. Dus hij moet de medicijnen door blijven gebruiken. Nog wel een hele tijd. Met een heel afbouwschema. Maar ja, goed, als dat helpt, dan doen we dat. Dus morgen weer een dagje werken. En dan woensdag lekker vrij. Ook alweer allemaal dingen gepland. Maar goed, dat zien we woensdag wel weer. Als ik thuis kom, dan ga ik even stofzuigen nog. En dan even de vlog van afgelopen week editen. Dan kan die morgen vroeg online. Dat is de planning. Maar ik moet er nog even aan wennen. Zoals nu, dat ik dan vandaag extra moest werken. Dan heb ik vandaag de hele dag geen tijd gehad. En dan denk ik, ja, eigenlijk wou ik een maandagavond plaatsen. Maar goed, dat lukt dus niet. Dus dan, of ja, kan wel, maar dan wordt het vanavond laat. Dus dan doe ik wel morgen vroeg. Ik ben weer aan het editen. Maar ik heb weer hetzelfde probleem. En ik weet niet meer zo goed hoe ik dit nou van de week heb gedaan. Ik dacht, dat doe ik nog even. Want eigenlijk ga ik meestal vroeg naar bed. Maar dit is zeg maar wat hij aangeeft. En ik heb geen idee hoe ik hier nou weer vanaf kom. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En vandaag ben ik vrij. Het is 9 uur nu. En ik heb de wasmachine al aangezet. Ik moet vandaag dus wat dingen in huis doen. Heel veel was wegwerken. Want daar heb ik dit weekend ook niet echt tijd voor gehad. Verder ga ik zwemmen vanmiddag. Want mijn moeder kan vanavond niet. En die is vandaag ook vrij. Daarna naar de kapper. En vanmiddag ga ik naar de verloskundige voor controle. En de geslachtsecho. Dus ik ga kijken of ik daar ook wat kan filmen. Want het is een pret-echo. Dus ik denk haast dat dat wel kan. Dus dat staat er op de planning. Verder boodschapjes doen. Ik moet nog een pakketje wegbrengen. Dus genoeg te doen. Maar eerst even rustig wakker worden. Lekker Masterchef kijken. Dat kijk ik eigenlijk altijd. En even knuffelen met Harley. Twee van de drie dingen gedaan. Gezwommen en naar de kapper geweest. Ja, eigenlijk drie dingen gedaan. Maar mijn haar is in ieder geval weer een stukje korter. Gewoon weer wat speelser. Ik ga meestal naar mijn tante. Die heeft een kapsalon. En die doet
ook niet te veel eraf. Luistert gewoon goed. Dus dat is altijd fijn. En bij het webshopje waar ik laatst een cadeautje had gehad voor Nick en Saskia, hadden ze een winactie met een maanlampje. En die heb ik gewonnen. En zij zit in dezelfde plek. Dus die heb ik even opgehaald. Die zal ik straks thuis even laten zien. Ik ga nu nog even snel langs huis. Maar ik kan nog een kwartiertje of iets dergelijks thuis. Kan ik nog even snel Harley naar buiten doen. En dan ga ik weer door naar de verloskundige. Ik ga even het pakketje uitpakken. Het is een tasje dus met een flyer. Dit is dus waarvan het is. Kijk nou hoe leuk. Helemaal ingepakt in vloeipapier. Zo. Kijk, dit is het lampje. En dan... kun je deze dus ophangen. Want er zit hier ook zo'n oogje. En dan kunnen de batterijtjes in en dan kan die aan. Echt helemaal leuk. Die gaat zeker een mooi plekje krijgen. Maar de 13 weken echo ging op alle kanten op trouwens. Goedemorgen, het is donderdag en het is een beetje een hectische ochtend. Want ze hebben vandaag het zand en de nieuwe bestrating voor de tuin gebracht. Maar daar was ik nog niet op voorbereid. Dus nu zit ik natuurlijk weer, zoals altijd, in tijdsnood. Want nu moet ik alles nog snel doen. Gisteren naar de kapper geweest en hoe loop je erbij? Dus ik wil eigenlijk mijn haar nog doen. Ik ga vanavond uit eten met het werk. Oké. Haast, haast, haast. Goedemorgen. Het is vrijdag. En ik moet zo werken. En ik heb maar even een stretchrok uit de kast gehaald. Want die andere zit toch niet meer zo comfortabel. En moet natuurlijk wel lekker zitten als je het de hele dag aan hebt. Dus hier komt dan mijn werkshirt boven. Ja. Maar dit stretcht lekker, dus dat zit veel beter. Goedemorgen, het is zondag en ik heb nog even wat tijd nodig om op te starten. Vannacht is de klok achteruit gegaan, dus ik heb wel een uurtje langer geslapen. En gisteren heb ik niks gefilmd. Ik was een keer een zaterdag vrij, maar het was echt vet chaotisch. Want we hebben de bestrating uit de tuin gehaald. Dus Jay was hier was daarmee bezig. Heeft allemaal hulp gehad, dus dat was fijn. En ik ben nog met mijn moeder en Marieke naar de babydump geweest vanmiddags. Dus ik zal vandaag nog even laten zien wat ik heb gekocht. Ik zou jullie nog even laten zien wat ik gisteren heb gekocht. Dus dat ga ik nu even doen. Ten eerste, ik heb alles hier naast me liggen, dus ik moet het soms even bijpakken. 2 thermometers. Eentje voor mij en eentje voor de baby. Ik heb gewoon wat dingetjes gekocht waarvan ik dacht, ja, ik ga het sowieso nodig hebben. Dus of ik het nu koop of op een later moment, kan beter in delen wat kopen, zodat het niet zoveel in één keer is.
Dan 2 kruiken. Ook die ga ik sowieso nodig hebben. Een shirtje als cadeautje voor Jay. Dacht leuk. There's no papa like my papa. Vind ik zowel voor een jongetje als een meisje kunnen. Een meisje met een licht broekje. Een jongetje met een wat stoerder broekje. Dat gaan we trouwens zondag. Volgende week zondag hebben we de gender reveal. Dus dan weten we wat het gaat worden. Dan een speentje van Diefrax. Ik heb al in wat pakketten een speentje gehad. Maar dit speentje was €1,99 in de actiebak. Dan ging er nog korting af van Diefrax. En nog personeelskorting. Omdat ik bij de babydump werk. Dus er bleef niet zoveel van over. Dan had ik van... had ik gezien dat van Veetje de nieuwe pyjama's binnen waren. En die vind ik zo schattig. Dus ik heb deze gekocht met die croissantjes. Zo fijn stofje. En als ik dan mijn vriendinnen die al vriendinnen... of mijn vriendinnen die al kinderen hebben... vraag, die zeggen... ja, die Veetje pyjama's zijn echt ideaal. Dan... zat dit nog, of hadden ze dit nog over van een cadeaubox die kapot was. Dus dat hebben ze aan mij meegegeven. Sokjes en drinkbekers. Dan heb ik nog gekocht. Even kijken. Een BH. Wat je ook kunt gebruiken als voedings-BH. Mijn BH's passen niet echt meer goed. Dus ik ga deze even passen. En daar zat een actie bij. Van gratis zoogcompressen. En zo'n dingetje wat je om je BH kan doen. Zodat je kan zien met welke borst je voor het laatst gevoed hebt. Dus die. En dan heb ik nog een dekentje gehaald. Van Kuka is deze. Een wiegdekentje. En ik dacht, die is wel leuk voor of in de kinderwagen of in de co-sleeper straks. En dat dekentje was dus, het is een collectie die eruit gaat. Dus hij was al afgeprijsd van 50 naar 35. En daar gaat dan dus bij mij nog weer personeelskorting van af. Dus voor een Kuka dekentje vond ik dat geen geld. Dan als laatste nog een aankleedkussen. Gewoon een simpele. Dus dat is wat ik gisteren heb gekocht bij de babydump. Dus dat ga ik nu even weer opruimen. Daarin weet ik niet zo goed waar ik dat moet laten. Want we hebben hier in de kast... wat dingen liggen voor de baby. Deze had ik laatst trouwens ook nog gehaald. Een wikkeldeken van Kuka. Maar we hebben hier wat dingen liggen voor de baby. Maar dat wordt natuurlijk steeds meer. En dat past niet meer. En het kamertje is nog helemaal leeg. Maar daar wil ik volgende week. Zodra we weten wat het wordt. Wil ik hier beginnen. Dus dat is nog heel even... puzzelen met alle spulletjes. Thank you.
Wij zijn net nog even naar Emmen geweest. En ik... die zitten nog in de tas. Ik ging naar de prenatal voor 2 panties. Dunne panties. Maar toen zag Jay nog wat leuks. Dus Jay heeft nog wat uitgekozen. Met dit shirtje. En een mutsje. En ik heb meteen deze even opgehaald. Dus ik laat even zien wat erin zit. Een slabbetje. Sokjes. Mini sudocrème. Een pak Pampers. Zoogcompressen. Een flesje. 0,0 bier. Een flesje water. Een speentje van Difrax. Die ik net gisteren ook heb gekocht bij de winkel. Dus nu hebben we er 2. En een fruitpotje. En verder nog heel veel. Oh, heel veel foldertjes. Ligt nog heel even op de bank. En dan gaan wij zo uiteten bij Brechtje. Het is echt al een hele tijd geleden dat ik daar ben geweest. En Jay is er volgens mij nog nooit geweest. Dus ik ben benieuwd. En ja, de stoelen staan nog op tafel. Want ik ga morgen vroeg even dweilen. En ik heb geen zin om ze er nu af te tillen en morgen vroeg er weer op te zetten. Oh, en ik zal nog even laten zien hoe onze tuin er nu uitziet. Zo. Nou, dit liep dus schuin richting dat muurtje. Dus dat is nu een recht stuk. En er ligt nu overal geel zand. En hiervoor ook. Voor de bestrating morgen. En dan in de voortuin is het nu ook 1,5 zand. Minder dan achter. Maar ook daar komen nieuwe tegels in. Ik ben aan het editen en het is vandaag een andere dag. Maar ik zie dat ik het helemaal niet meer heb afgesloten. Zondagavond zijn we toen we terugkwamen van het eten. Nog even de race gaan kijken. Al vrij snel naar boven naar bed verplaatst. Waar we eigenlijk beide heel snel in slaap vielen. Dus we hebben de race van de Formule 1 niet afgezien. Bij deze wil ik de vlog afsluiten. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie volgende week weer te zien.